De gitaar volledig leren beheersen, zonder frustraties, zonder vallen en opstaan, dat is mijn doel voor jou. Dat is precies de reden waarom ik Gitaartraining Studio opricht. Kent waarschijnlijk het knagende gevoel als je een goede gitarist hoort of ziet spelen. Je wilt dat zelf ook kunnen. De kans is groot dat je zelf op het internet gaat zoeken, enkel maar om te constateren dat het bestaat uit één kluwen van onvolledige en tegenstrijdige informatie. Het is alsof iemand puzzelstukjes verspreidde over duizenden verschillende websites. Het goede nieuws is dat, hoewel de gitaar natuurlijk een complex instrument is, het allemaal zeer logisch is als je precies weet waar je moet op focussen, wat je pijnpunten zijn en hoe je deze kunt aanpakken. Daarnaast heb je ook geen uren per dag nodig om de gitaar te leren beheersen. Bij Gitaartraining Studio word je begeleid zodat je exact weet wat te oefenen, hoe te oefenen, zodat je eigenlijk geen tijd verliest om door onnodig rond de pot te draaien. Naast deze belangrijke zaken, wat en hoe te oefenen, is er nog één iets die nodig is om goed gitaar te leren spelen. Het waarom je gitaar speelt. De reden waarom je je gitaar hebt opgepakt, of wilt oppakken als je nog niet speelt, is cruciaal, want dit is de drijvende kracht achter alles die je doet met de gitaar. Voor mij is het allemaal begonnen door het ontdekken van rockbands zoals Metallica en Nirvana in de jaren 90. Zo heb ik mijn eerste elektrische gitaar gekocht. De passie om die muziek te leren spelen was de benzine die ik nodig had om het iedere dag te oefenen. Ik ben benieuwd naar jouw doel met de gitaar, jouw reden waarom je de gitaar hebt opgepakt. Druk hieronder op de knop en vertel even over jouw doel met de gitaar. Zo kunnen we je uitnodigen op een vrijblijvende kennismaking om deze doelen te bespreken. Tot gauw!